Het avontuur van David en Kim in Merit at First Sight lijkt tot nu toe rustig te verlopen, zonder de opvallende conflicten of vonken die bij andere koppels te zien zijn. De expert en gedragsbioloog Patrick besloot vorige week echter in te grijpen, wellicht omdat de twee weinig ontwikkelingen doormaakten. Hij probeerde hen met een gedurfde activiteit uit de frontzone te krijgen, maar het blijft de vraag of dit daadwerkelijk effect heeft gehad. Kim toont een positieve instelling en geeft aan dat ze echt wil blijven proberen. Ze ziet de goede kanten van David en begrijpt waarom ze op papier een match zijn. Toch verlangt ze naar meer dan alleen de theoretische match en hoopt op chemie en verliefdheid, elementen die voor haar cruciaal zijn in een relatie. David reflecteert op het gesprek met Patrick en benadrukt dat de situatie er niet eenvoudiger op is geworden. Het idee dat te veel frontzonen hun vriendschap op het spel kan zetten, maakt het voor hem complex. De mogelijkheid dat ze het vriendschappelijke moeten opofferen om de meritstatus te bereiken, baart hem zorgen, Aangezien het zelfs het einde van hun vriendschap kan betekenen. Op Malta nemen Kim en David wat tijd voor zichzelf. Beiden benadrukken de noodzaak van dit moment om op adem te komen. Kim geeft aan dat het geen frictie is, maar ze maakt ook duidelijk dat David nog niet de liefde van haar leven is. David lijkt echter worstelend met de situatie en het houdt hem s'nachts wakker. Naarmate hun huwelijksreis bijna ten einde loopt, moeten ze plannen maken voor samenwonen. De afstand tussen hun woonplaatsen en David's moeder lijken niet de grootste obstakels te zijn, maar eerder Kim's drukke agenda. Haar lange werkdagen en sociaal leven creëren uitdagingen voor het delen van hun dagelijkse leven, zoals de experts aanbevelen. Het lijkt erop dat David en Kim, ondanks hun rustige aanpak, voor aanzienlijke uitdagingen staan op het gebied van romantische ontwikkelingen en het vinden van een balans in hun dagelijks leven. De komende afleveringen zullen onthullen of ze in staat zijn deze obstakels te overwinnen en tot een diepere verbinding te komen.